moet je realiseren dat mantelzorgers nooit een keuze hebben. Ze worden mantelzorger, ze zijn mantelzorger, hebben het vaak niet in de gaten. En dat kan nogal wat van een mens vragen. Maar er zijn natuurlijk altijd aspecten in het hele verloop van die situatie waarin je wel eens even ondersteuning kan gebruiken. Welkom, jullie zijn bij Evita Lokaal op dit moment, Huis van de Wijk in Benoordenhout. Wij zijn een ontmoetingsplaats voor bewoners uit het Benoordenhout, maar ook voor mensen elders uit Den Haag die de aansluiting hier vinden. Iedereen is welkom. Iedereen die wat bij wil dragen of die hier wat nodig heeft of die informatie nodig heeft of die wat bij ons kwijt wil, die kan hier binnenlopen. De ene keer dan praat je met die en dan met die of je leest een krantje of met mooi weer zit je in de tuin. Dat is allemaal, vind ik erg leuk. Heel erg goed, hè? Na 3 jaar kunnen we zeggen dat de gemiddelde bezoeker hier wel een oudere bezoeker is, dus 65 plus. Dat geldt zowel voor de vrijwilligers als voor onze bezoekers. Mensen veelal die of op zoek zijn naar gezelligheid, op zoek zijn naar zingeving, informatie nodig hebben of die zich inschrijven voor de mantelzorgcursus. Sinds kort kunnen wij ook mantelzorgondersteuning aanbieden vanuit de gemeente. Zijn we getraind om op een speciale manier mantelzorgers te ondersteunen. Dat kan zijn een luisterend oor, maar dat kan ook hele praktische ondersteuning zijn. Maar we hebben ook andere activiteiten, zoals de filosofiegroep, we hebben een herenlunch, een literaire club. Kom gewoon eens langs en kijk wat het je nog kan brengen ook.